De laatste update van Fortnite Remix is zojuist geweest. Er zijn allemaal nieuwe dingen die ik in deze video jullie ga laten zien. Maar het grootste item heeft natuurlijk te maken met de gratis Juice WRLD skin. Laten we daarom gewoon gelijk beginnen met deze video. Alright jongens en meisjes. De laatste update van Fortnite Remix is zojuist geweest. En in deze video ga ik jullie alles vertellen wat jij te weten moet komen. En voornamelijk gaat deze video weer over de Juice WRLD skin. Ik heb er gisteren een video over gemaakt. Maar vandaag heb ik meer informatie. Dus kijk deze video helemaal af. Maar als eerste moeten wij beginnen met rechtsbovenin te kijken naar de timer voor de Fortnite Remix finale, zoals we kunnen zien. Want over 9 dagen, 7 uur, 54 minuten en 49 seconden gaan wij het live event kunnen checken. En dan gaan we dus kijken wat er gaat gebeuren met natuurlijk chapter 6 en al die nieuwe dingen. Dus jongens en meisjes, laat een duimpje omhoog achter als je high bent. Ga even naar de Fortnite itemshop en gebruik de code kwaad om mij te supporten. Want binnenkort ga ik een live giveaway doen die betrekking heeft met Fortnite chapter 6 Battle Pass. En natuurlijk de Juice WRLD skin. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen, jongens en meisjes. Want de laatste update is geweest. En als we dus nu naar de Battle Pass gaan. En naar de Dynamo TNT pagina gaan. Kunnen wij natuurlijk nu eindelijk deze variant van de skin unlocken. Met de glider. Plus jongens en meisjes. We hebben dus nu eindelijk ook de kicks unlocked in Fortnite. Waar we dus nu bijna elke skin kunnen customizen met Air Jordan 1's. Dus als we naar mijn locker gaan, kan je dus zien dat ik dus op dit moment de Eminem skin aan heb staan. Met daadwerkelijk die Air Jordan skins. Dit zijn dus de schoenen. Die gaan dus binnenkort ook naar de items opkopen. En dan kan je ze dus kopen bij, met de code kwaad, bij wijze van spreken. Dus ik zou het heel erg nice vinden als je die invult natuurlijk. Maar je kan dus binnenkort je eigen schoenen kopen in Fortnite. Maar wat ik me dus afvraag is, kan ik John Wick deze nice aangeven? Je kan John Wick daadwerkelijk gewoon die nice aangeven, jongens. Kijk dit. John Wick heeft hier gewoon die nice aan. Het is echt een hele lijpe update, dan vind ik het zelf. Alleen de schoenen gaan best wel wat fibers kosten. Wat natuurlijk best wel naar is. Maar dan jongens en meisjes moet ik het gaan hebben met jullie over Juice WRLD. Ik heb natuurlijk gisteren een video geüpload over Juice WRLD. En ik weet het jongens en meisjes, vandaag misschien weer. Maar ik weet dat jullie die skin heel graag willen. Ik vind deze skin ook heel erg lijp, omdat ik vaak naar zijn muziek luister. Maar als het goed is, als je op dit moment de map ingaat, is er dus ergens hier in de map een, ja, zeg ik dat, een soort van memorial, een ode aan Juice WRLD, waarbij je hem dus kan zien. Ik weet niet precies waar die zit. Ik neem deze video ook net op na de update, dus waarschijnlijk hebben jullie dat zelf al gezien. Maar jongens en meisjes, we weten natuurlijk allemaal dat als we het live event aan gaan wonen of bij gaan wonen, we natuurlijk aan het einde, voordat chapter 6 begint, een gratis Juice WRLD skin krijgen. Maar wat nou als ik jullie vertel dat er ook nog een andere variant naar de itemshop gaat komen die jij kan kopen, die ook heel erg lijp is. En er wordt zelfs gespeculeerd dat er een battle pass van gaat komen. Ik heb er namelijk een screenshot van en die wil ik wel met jullie laten zien, dus ik ga hem er nu even bij pakken. En dit is die screenshot, jongens en meisjes. Dit is namelijk een, cover gemaakt voor de Music Pass. Natuurlijk, Juice WRLD gaat sowieso een soort van skin krijgen die je moet kunnen kopen. Dat is namelijk deze skin. Maar, zoals ik al zei, gaat hij ook een variant krijgen die gratis is. En wat ik jullie bijna wel zeker kan zeggen is de skin die nu in de Premium Reward Track staat, dat de skin gaat zijn die wij gratis unlocken na het live event. 100% zeker doen, weet ik het niet. Maar bijna wel zeker is het dat dit hem gaat worden. En dit is dus de normale variant die je dus kan kopen in de itemshop. Maar daar heb ik zo meteen nog een versie van. Want als we gaan kijken, hebben we hier die 999 dingen. Dat is natuurlijk zijn logo. Die geeft een gouden headset als, ik denk, backbling die we kunnen gebruiken. Die zien we hier ook terug. Natuurlijk Juice WRLD zijn logo. Game beats as you complete in quest for free in-game reward. We zien hier een gratis Nike Jordan schoen natuurlijk. Maar als we dan gaan kijken naar de pass die gratis is, zien we natuurlijk een logo wat zijn 999 is. XP, V-Bucks, een Air Jordan schoen. Maar die hebben we op dit moment nu al in de game. Dus waarschijnlijk is het opvulling omdat hier een andere Jordan patta voor in de buurt komt. Die backbling natuurlijk. Een nieuwe Air Jordan patta die goud is, wat ziek is. Een muziekbox als backbling, denk ik. En dan natuurlijk de Juice WRLD skin die je hier zo ziet. Wat natuurlijk heel erg lijp is. Dan hebben we de betaalde variant. Alleen de betaalde variant, daar klopt de skin dus niet helemaal van. Maar daar kom ik straks wel op terug. Want daar zien we dat we ook weer V-Bucks krijgen. Een andere Nike schoen die heel erg lijp is. Een emote. Wederom 4 bucks, nog een schoen, want we gaan opeens echt heel veel schoenen krijgen. Level up, nog meer 4 bucks en dan natuurlijk de Juice WRLD skin, wat echt insane vet is. Maar, dit is een, zoals ik al zei, cover die gemaakt is voor de eventuele Music Pass. Maar dan heb ik iets uit de itemshop en dat is namelijk deze screenshot. Dit is namelijk ook een variant die gescreenshot wordt van Juice WRLD die in de game gaat komen. En dit is de daadwerkelijke skin zoals die dus naar de game gaat komen in de itemshop. En dit is echt mega lijp. Ik vind deze echt super sick. Dus als deze in de game gaat komen, wat volgens mij deze dag of morgen moet komen, ga
ga ik hem direct kopen. Ik ga hem kopen met de code kwaad. Ik hoop ook dat jullie dat gaan doen. Maar ik ga jullie zo meteen ook een kans geven om deze te laten winnen natuurlijk. Maar zoals je kan zien, hebben we hier natuurlijk de echte emote. We hebben hier natuurlijk de Wild Piano. Goodbye zijn album die hij gemaakt heeft met echt een paar hele goede nummers. Zijn emote Lucid Dreams. Maar we zien hier ook de prijzen. En dan staat hier dat de bundle 2400 V-Bucks kost. Een camo kost hier 1500 V-Bucks, de skin 1500 V-Bucks, de emote 1500 V-Bucks en dan de pickaxe ook. Dus ik geloof nooit dat die prijzen helemaal kloppen. Maar dit is dus de daadwerkelijke skin zoals die dus in de itemshop gaat komen. Op deze manier gaan we dus in de itemshop kunnen komen. Dit wordt dus de music pass, dus hij gaat een paar verschillende varianten krijgen. Wat echt mega ziek is en ik vraag me dus ook echt af wat jullie vinden van deze skin. Vinden jullie deze skin hard? Laat het weten in de comments. Ik vind hem echt een dikke 10. Ik vind Juice WRLD sowieso ook een super sick artiest. Helaas is hij natuurlijk niet meer onder ons jongens en meisjes. Maar dat is wat ik voor nu even aan jullie wil laten zien. Dan wil ik het met jullie even gaan hebben over de aankomende Battle Pass van Chapter 6. Natuurlijk is de Fortnite Remix Battle Pass geen goed graadmeter. Omdat dat natuurlijk een kleinere Battle Pass is dan een hele chapter natuurlijk. Maar wat we natuurlijk in de aankomende Battle Pass voornamelijk gaan kunnen verwachten, is wat mijn mening is, is heel veel shoes. Ik denk dat wij echt een hele shitload aan schoenen gaan krijgen in de game. Om dat te promoten, omdat dat nu natuurlijk in de game zit. Zoals ik al zei, het gaat ook in de items opkomen. Dus we gaan binnenkort Nike schoenen kunnen kopen om op je skin toe te passen. Wat natuurlijk echt best wel ziek is. Maar dat niet alleen jongens en meisjes. Wil ik jullie nu ook nog eventjes de kans geven om natuurlijk kans te maken tegen die tijd. Op natuurlijk de Chapter 6 Battle Pass. En als Juice WRLD in de items opkomt, op de Juice WRLD skin. Dus, wil je daar kans op maken jongens en meisjes, dan moet je een aantal stappen doen. Stap nummer 1 om kans te maken op beide dingen is natuurlijk naar die itemshop toe gaan en die code kwaad in te vullen. Als je de code kwaad niet invult, kan je niet meedoen, doe je automatisch al niet mee. Dus als je die code kwaad hebt ingevuld en dat groene streepje staat er, kan je op cancel klikken. Dan heb je stap nummer 1 gedaan. Stap nummer 2 die je moet doen, geabonneerd zijn op mijn kanaal. Heel veel mensen die mijn video's kijken zijn nog niet geabonneerd. Dus doe dat dan nu eventjes met dat belletje aan. Mis je niks van de video's die ik natuurlijk ook in chapter 6 ga uploaden. Dus abonneer, zet dat belletje aan, dan ben jij een held. Stap nummer 3 is een duimpje omhoog achterlaten. Heb je dat duimpje nou nog niet omhoog achtergelaten? Doe dat nou eventjes, want dan kan ik zien hoe erg de support natuurlijk is. Dus ga dat nou eventjes doen. Dankjewel. Ik geef je nog een paar seconden de tijd. Want dan gaan we door naar stap nummer 4. En stap nummer 4 is eigenlijk heel belangrijk. Dat is jouw Epic Games naam achterlaten. Als je namelijk je Epic Games naam niet achterlaat, kan ik jou niet toevoegen. Kan ik jou niet een skin giften. En kan ik sterker nog de Battle Pass ook helemaal niet aan jou giften. Dus beetje lastig verhaal als je dus je Epic Games naam niet achterlaat. Dus doe dat dan wel eventjes. En dan ben jij gewoon ready to go voor straks de nieuwe Battle Pass giveaway. In natuurlijk het nieuwe Fortnite seizoen. En als Juice WRLD waarschijnlijk vannacht in de eindshop komt om natuurlijk te claimen. Dus bedankt voor het kijken jongens en meisjes. Ik hoop dat ik jullie heel erg up-to-date heb gebracht met hoe de skin en wat er nou precies gaat komen. Dus sowieso als je het leuk vindt, doe dat dan eventjes door te waarderen met een duimpje omhoog. Maar dat was al een stap. Dus bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen als het goed is gewoon weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus jongens en meisjes, abonneer nou echt met dat belletje aan. Want ik kan het zien. Als je niet bent geabonneerd, maak je ook geen kans op die giveaways. Maar goed. Jongens en meisjes, morgen nieuwe video op mijn kanaal. Ik hoop dat vannacht Juice WRLD in de itemshop zit. En dan kunnen we hem kopen en weggeven. Tot morgen jongens en meisjes. Voor nu zeg ik gewoon later.